Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. We spelen vanaf de Edenia server. We spelen Minecraft Yogscast Complete Pack. En oh mijn hemel, wat zijn we terug druk bezig. Dit berg ik eventjes op. Ik wil jullie even laten zien deze mod, Quarry Plus. Ik ben dol op Quarry Plus en ik zal het jullie zo dadelijk laten zien waarom exact. Voor nu even het volgende. Dit is een zogenaamde assembly table, een tool die eigenlijk niet meer gebruikt wordt vanuit Buildcraft. Het is een hele oude tool en dit zijn Buildcraft lasers. Dit is eigenlijk heel erg verouderd, maar we gaan het wel gebruiken, want het is lachen. En we hebben het nodig voor de dingen die we hebben. Ik heb namelijk al een Quarry Plus en een Pump Plus gebouwd. En dan zie je zo'n recept op een assembly table. Nou, zal ik jullie eens even laten zien hoe we deze gebruiken. Ik heb deze twee items dus al gemaakt. Hoeven niet nog een keer te maken. Laser Plus is echter wel interessant voor de nabije toekomst. Maar het gaat me nu voornamelijk even om de Marker Plus. Ik heb landmarks. Ik heb redstone golden chipsets nodig. Dat is goud en redstone. Daar heb ik er 4 van nodig per stuk. En een wrench. Buildcraft wrench. Buildcraft wrench zijn gelukkig heel makkelijk te maken. Het enige dat ik nog nodig heb is even uit mijn hoofd stone gears. Nou, stone gears. Hoe maken we die ook alweer? Jongens, we pakken sticks. Sticks doen we zo. Ik kan wel gelijk wat extra wooden gears maken, want die gaan we in de toekomst toch moeten gebruiken. Oké, even zien. En dan maken we zo stone gears. Laten we daar ook even een stack van maken. Zo, prima. Gear. Wat voor gears heb ik eigenlijk? Ik heb stone, iron en wooden heb ik nu. Fantastisch. Ik heb hier een paar van nodig. Ik heb dus ook redstone nodig en gold, zoals jullie net hadden gezien. Ik pak gelijk even een stekje. Gold. Zo, kan mij het schelen. Even zien, wat heb ik nog meer nodig? Nee, dat is het. Alleen die wrench inderdaad. Ik moet daar even 3 van maken. Deze. Wrench, check. Oké. Okay. 1, 2, 3. Zo, dat was hetgene dat ik inderdaad nodig had. Die kunnen we weer terug. Zo, als we hier naar kijken. Als we deze twee hierin stoppen, dan krijg je al gelijk wat opties. Je krijgt de optie om een redstone chipset te maken, een redstone golden chipset of een energized ingot. Gooien we dit er ook nog bij, plus deze, zullen we straks zien dat er meerdere opties ontstaan. Deze lasers hebben allemaal stroom nodig, de assembly table zelf niet. Ze moeten enigszins bij elkaar in de buurt staan, volgens mij een blokje of 5 ervan af. En deze lasers gaan nu allemaal stuk voor stuk aan het werk om deze om deze apparatuur in elkaar te zetten. Als ze blauw zijn, dan werken ze optimaal. Dit gaat best snel. Als je 1 laser hebt, gaat dit heel erg langzaam. Hou daar rekening mee. Je kan door deze lasers heen lopen, maar je kunt configureren dat je hier niet doorheen kan lopen. Zodat je het ook als een soort van deur kunt aanstellen. Dat je zeg maar, je wil niet dat mensen binnenkomen, dan zet je iets klaar zodat het gemaakt wordt. En dan kun je de deur ermee versperren. Heel erg cool. Wat hebben we hier? Heel veel cobblestone. Ik zie dat dit allemaal rood wordt vanwege de quarry in de andere wereld. Zoals jullie vorige aflevering hebben gezien. Dit is tijdelijk hoor. Dit laat ik niet zo staan voor altijd. Dat is gewoon erg lelijk. Deze wordt eruit gepopt. Deze redstone golden chipset. We hebben hier 12 van nodig in totaal. Nu we eindelijk 4 van die krengen hebben, en dat duurt lang genoeg, zal ik je eerlijk vertellen. Kunnen we dus ook aanvinken dat we een Marker Plus willen maken. Die gaan we zo dadelijk maken. Ik heb hier in totaal 16 van nodig voor 4 Marker Plus. Dan denk je misschien bij jezelf, ja maar wat is het voordeel van een landmark ten opzichte van een Marker Plus? Nou, Marker Plus kan simpelweg verder weg. Je kan niet meer, je bent niet meer gelimiteerd tot een quarry van 64 bij 64, maar je kunt ze ook 256 bij 256 maken. En dat is hetgene wat het voor mij wel aantrekkelijk maakt. Heb ik nog 1 zo'n rot wrench nodig. Als je hier een kist tegenaan zet trouwens, voor de mensen die er denken van, nee, maar die items poppen de telkens uit. Als je er een kist tegenaan zet, gaan ze daar automatisch in. Even zien, wat was het nou? Iron. Zo. En stone gear. Dat was hem, hè? Ja, fantastisch. Buildcraft wrench. Helemaal te kek. Mooi, dan ga ik wat van die dingetjes maken, van die Marker Plus. En dan zie ik jullie straks in mijn andere wereld, want deze quarry die is bijna klaar. En we gaan een nieuwe quarry moeten opzetten. Wat ik mij even afvraag is het volgende. Als ik er een hopper naast zet, en die hopper... Oh, wacht. Volgens mij heb ik het antwoord van mezelf al gekregen. Ik was even benieuwd. Als ik een hopper ernaast zet en de items gaan in de hopper, want het is ook een soort van inventory slash kist. Worden ze dan gelijk teruggespeeld
in dit apparaat. Wat als, ja, als dat zo is, dan zou je hem compleet automatisch kunnen maken natuurlijk. Gewoon met een simpele hopper. Laten we eens even kijken wat er gebeurt als deze klaar is. Hij maakt nu een Redstone Golden chipset en hij zou daarin moeten belanden. Als hij 4 Golden chipsets heeft, zou hij, want die heb ik ook aangeklikt, zou hij een Marker Plus moeten maken. Dus die zou dan hier in dit inventory moeten komen. Laten we het eventjes gaan bekijken. We hebben hier trouwens ook Mob Essence. Dat als ik, af en toe als ik te veel levels heb, zoals nu, dan doe ik wat Mob Essence in die emmers. Dat we dat later kunnen gebruiken voor het spawnen van monsters. Wat zeker nodig gaat zijn als we Ender Pearls willen farmen en dat soort dingen. Voor de rest, de Quarry Plus is eigenlijk gewoon een snellere, betere quarry. Als je er een Pump Plus naast zet, haalt hij ook de liquids uit de quarry. En zorgt hij ervoor dat er een muurtje omheen gebouwd wordt. Zodat er geen liquids in de quarry stromen. Dat is echt ideaal, dat ding. Dit is echt een fantastische combi als je toch een wereld maakt die je wil opgraven. Laten we eens kijken wat hier gebeurt. Ja, ze gaan terug in de inventory. Kijk, dat is nou eens nice. Dit kan ik gewoon laten gaan. Niks aan het handje dus. Waarvoor ben ik echter nog een redstone chipset en diamond chipset aan het maken? Heel simpel. Ik wil een enchant mover maken. Enchant mover zorgt ervoor dat ik fortune op mijn quarry kan zetten. Ik heb nog een fortune 3 paxel hier ergens. En ook efficiency en unbreaking. Efficiency maakt hem gewoon sneller. Unbreaking zorgt ervoor dat deze gold digger, want die ga ik eigenlijk weinig gebruiken verder. Met Tinker's Construct kun je zelf enchantments toevoegen waar nodig. Dus vind ik handiger. Silk Touch heb ik niet echt nodig. Tenminste, het is of Silk Touch of Fortune natuurlijk. Fortune wat je op de ding zet. Ik denk dat we deze Paxel gewoon inderdaad gaan opofferen. Dit gaat compleet automatisch. Wat een feest. Ideaal. Ideaal is dit. Goed, we hebben nog 2 van deze nodig. Laten we die dan ook gaan maken. Als we deze even uitzetten. Of die zetten we gewoon op tweede plaats. Ik weet niet wat hij nu maakt namelijk, want er is geen eentje, is het lichtgeel. Nou, we zullen het wel zien. Heel erg interessant in ieder geval. Wat hebben we nog meer nodig voor deze Enchanter Plus? Een Advanced Crafting Table. Daarvoor hadden we de Redstone Chipset nodig. Juist. Die kan ik enkel hierin maken. Ja, Advanced Crafting Table. Klik. Dat is ook zo gepiept. Geen enkel punt. Dan willen we nog een Assembly Table. Nou, dat is ook een hele kleine moeite. Assembly Table, jij. Ik heb geen gold gear, weet ik nog. Dus we moeten eventjes eentje maken. Maak er gelijk maar even 4. Zo. Plop. Diamond gear. Maak er gelijk maar even 2. Zo. Hops, oké. Assembly Table. Kijk, kleine moeite. Dan hebben we nog 4 lasers nodig. Nou, laten we 4 extra maken. 1, 2, 3, 4. Die gaan we later uiteindelijk omzetten naar Laser Plus. Voor als we deze echt nodig hebben. En Anvil heb ik ook nog wel. Anvil. En een Enchantment Table hier. Kijk, fantastisch. Ik heb alle ingrediënten al. Jullie. Oh, ik heb niet genoeg ruimte hier. Dat is een beetje jammer dit. Jullie mogen wel stacken. Dat is geen punt. Jullie ook wel. Die erin. Deze 2 erin. Zo. Helemaal goed. Dit is gewoon inderdaad de waiting game op dit moment. Dit is, moeten we even afwachten wat er allemaal gebeurt. Chipsets die kunnen in ieder geval in deze inventory. Als het goed is, gebeurt het ook automatisch. Ja, dat was weer een golden chipset. Nou, dan zullen er nog eentje komen totdat we weer zo'n landmarker plus kunnen maken. Die wordt dan hierin gestopt. Dat is helemaal prima. Dit gaat even duren, dus dit laat ik eventjes even gebeuren. In de tussentijd wil ik jullie dit even laten zien. Want we hebben hier een iets bredere setup dan voorheen. Wij hebben hier een purifying chamber met oxygen. Oxygen haal ik uit deze gas tank die hierin staat. En die halen we van die setup die hier vroeger stond. Nu staat er een obsidian generator. Net hier buiten. Ik heb echt een nieuw groot eiland nodig. Want dit wordt het wooneiland. En daar ergens boven komt er een gigantisch eiland. Hier haal ik gewoon af en toe een stack obsidian uit als ik het nodig heb. Lava haalt hij uit de nether. En water maakt hij daar ter plekke. Dus nou ja, dat is voor jullie een bekend concept. Er is niks nieuws onder de zon. Dit duurt alleen altijd zo lang. Des te meer lasers je hebt hierop staan, des te sneller het werkt. Maar het is nog steeds niet echt dat je zegt van nou, fantastisch snel. We kunnen wel wat extra lasers maken, echter. Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben ze wel. Lasers hier, zo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lasers erbij. Kan mij het schelen. Heb ik eventjes wat cable nodig. Cable. Basic Universal Cable. Ik denk dat Basic nog sterk genoeg is voor de overbruggende stappen. Ik denk dat dit ook ver genoeg is. Zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk, ze zijn nog allemaal blauw. Dus ze krijgen genoeg juice. Even kijken. Dan moet ik eventjes iets anders doen. Zie ik al wel weer. Zo. Ondertussen genieten van de Minecraft muziek. Ah, ik heb me weer eens opstaande Minecraft muziek. Ik gebruik meestal Skyrim muziek. Want Skyrim muziek is heerlijk neutraal. En toch episch. Maar Minecraft muziek heeft ook zeker wat. Kijk, dit gaat al iets sneller als het goed is. Ietsje. Het is niet geweldig, maar het gaat iets sneller. Hij maakt nu weer een Marker Plus. Want die heeft dus prioriteit. Als hij genoeg items heeft, maakt hij een Marker Plus. En we zien, dit zal... Hij zal dit inderdaad de laatste zijn. Het komt natuurlijk omdat hij niet genoeg gold en redstone heeft. Gold heb ik nog 4 van nodig dan voor de 4e Marker Plus. En redstone. 1, 2, 3, 4. Zo, dat zullen we ook hier ingooien. Huppa. Kunnen we nog wat extra van deze maken als de tijd daar rijp voor is. Deze kunnen hierin. Zo. Die zal die dan wel vasthouden daar als het goed is. 3. Zie ik een 3? Zie ik een 3? Nee, hij maakte een redstone chipset ding. Oké. Okay. Geen enkel punt. Dan bewaart hij die hier. Maar dan gaat hij nu waarschijnlijk een Marker Plus maken. Waarschijnlijk wel. Nu we genoeg diamond chipsets hebben, kunnen we ook aanvinken dat we de Enchant Mover willen maken. Heb ik dan bij deze inderdaad aangevinkt. En als die... als die aan de beurt is, zal die ook gemaakt worden. Die heeft echter wel wat meer assembly nodig dan de andere voorwerpen. Dus het kan zijn dat het enorm lang duurt. Kijk, daar gaat hij dan. Nick wil even slapen. We gaan even naar bed. Vind ik zeker geen slecht idee. De items die ik nodig heb zijn inmiddels klaar. Dat is goed nieuws. Nou lees ik helaas dat ik enkel diamond tools kan gebruiken met een enchantment. Ik heb op dit moment 20 levels. Laten we eens even kijken wat we kunnen krijgen voor 20 levels. Als ik de 20 hierin kan vinden. Ja, hebbes. Efficiency 3 en een breaking 3 is zeker niet slecht voor een enchant. Of tenminste voor een quarry om over te zetten. Ik weet niet zozeer of als ik een quarry break dat ze dan blijven. Jij bent nog steeds bezig, zie ik. Dit gaat wel goed komen. Laat ik deze even compressen. Dat is iets wat ik altijd even doe. Vind ik wel zo handig en zo... clean in mijn computer inventory. Dat bespaart een hoop ruimte. Dat sowieso. Deze kun je dan nog een keer compressen. Dit kennen jullie hopelijk allemaal wel. Het compressen van cobblestone. Als we hier kijken bij cobble. Ik heb al heel wat. Ik heb zelfs al quintuples moet ik zeggen. Aan cobblestone. Zo, jullie mee. Huppa. Jullie 16. Huppa. Ook mee. Hier weer 2 van. En zo zie je. Dit is echt al belachelijk veel cobblestone. Dat is meer dan 100.000. Als ik dat los in mijn computer had hangen, dan kwam het waarschijnlijk niet helemaal goed. Wat ik nu ook altijd even doe, is ik doe oor en dan een spatie ervoor. Dat rijmt. En ik ben niet eens een rapper. Die pak ik dan allemaal en die stop ik in deze kist. Plop. De meeste wordt meegenomen. Bepaalde dingen. Dark iron. Oké, die kan blijkbaar geen plaatsje vinden in een van deze machines. Dus die gaat gelijk daar naartoe. Dusts worden hierin gedaan. Silver gaat gek genoeg gelijk hier naartoe. Silver kan niet worden gecrushed. Dat vind ik een beetje vreemd. Of tenminste. Ja, silver kan wel hierin. Oké, silver kan zeker wel hierin. Alleen hij deed het gewoon even niet. Ik denk dat we bepaalde dingen dan toch anders moeten doen. Want nu pakt hij zeg maar elke beschikbare inventory en niet... Oké, dat is een beetje onhandig. Ferrous, uranium en yellorium, die worden dan nog vastgehouden. Want die moeten natuurlijk in de pulverizer en daarom duurt het iets langer. Goed, ik zal een andere keer wel met deze factories gaan klungelen om te kijken hoe we dat effectief gaan doen. Waarschijnlijk moet er één baan komen voor alle items die wel keer 8 gedaan kunnen.
Even zien. Ja, die je wel keer 8 kan vormen. Dat zijn dus deze 8 stuks. Die zullen dan waarschijnlijk een eigen route krijgen door het systeem. En dan alle andere ores die gaan dan of in de enriching chamber of in de pulverizer. En dan door naar een smeltery factory. Smeltery factory kan gelukkig alles doen wat met smelters te maken heeft. Dus dat is echt ideaal. Laten we een kijkje nemen in Age 4. Waar het waarschijnlijk nog steeds regent. En ook altijd zal blijven regenen. Dus ik zal het geluid vast voor jullie even iets zachter zetten. Zo, kijk. Deze is bijna op de bodem. Echt bijna. Oeh, nog een paar te gaan. Zo. Hier vinden we nog wat power ores, dat soort dingen. Heel cool allemaal. We hebben hier ook diamond ore. Laten we onze gold digger daarvoor even gebruiken, nu het nog kan. Ik wil even kijken of wij inderdaad die gold digger kunnen gebruiken. Zo niet, dan zullen we onze diamond tool moeten gebruiken voor het... voor het oplossen van deze... van deze quarry en de enchant mover die we hiervoor willen gebruiken. Even kijken, de wereld laat langzaam. Dit heb ik trouwens ook gezien, hier werd ik even afgeleid. Kijk, fairy fountain. Hoe cool is dat? Een fairy fountain. En het maakt ook hetzelfde geluidje als je een fairy oppakt. Die healen je HP als je er doorheen loopt. Dat is ook een fairy fountain, maar er zit vergif in. Dus ik weet niet wat dat is. Of tenminste, het is paars water. Zou paars water bij deze biome passen? Zou zomaar kunnen. Ik weet het niet zeker. Goed, deze is bijna klaar. We gaan hem even afwachten tot hij echt helemaal klaar is. En dan gaan we deze setup eventjes aanpassen. Deze setup is leuk zoals het nu is. Maar we kunnen kijken met de enchant mover of we dit beter kunnen maken. En dan hierbij even een kleine demonstratie over de markers. Dit is net 60 bij 60. Dus dit zou je ook gewoon met gewone markers kunnen doen. Je kunt ook echter dit doen. Je kunt hoger bouwen. Een hoger quarry frame. Dat betekent dat als hier bomen in het midden zouden staan. Ik heb ze nu handmatig weggehaald. Maar dan worden die in zijn geheel weggehaald. Niet alleen de boomtopjes. Dus dat is sowieso ontzettend handig. En ach, ze kosten vrijwel niks, die Marker Plus. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Ondertussen ben ik gewoon even hoeden aan het verzamelen. Nu ik toch moet wachten op de quarry tot die klaar is. Ja, waarom niet? En hier zijn wat van die verrotte angry zombies. En die kleine zombies zijn heel erg verrot te raken hier. Gezien het feit dat er overal gras ligt. Goed, die hoed wil ik hebben. De Abe Lincoln. Alsjeblieft, dankjewel. Abraham Lincoln hat. Ik heb ook een creeper heart gekregen. Fantastisch. Ik wil voor jou een brein hebben. Nice. Zo. Dit gaat ook mee. Gaat allemaal mee. Dit spel is echt gevaarlijk. Het is mutant DNA. En wie er ook in staat, mobs of jijzelf, het gaat dood. Dit gaat goed. We zijn volgens mij op layer 5 nu. Of layer 4. 5. Dus nog een paar te gaan. En dan hebben we echt alles opgemijnd. In de tussentijd kunnen we nog wel even naar de overworld. Om te kijken of daar nog wat gebeurt. Even wat spulletjes ophalen. En dan gaan we straks de nieuwe quarry aansluiten. Het duurt me toch altijd iets langer dan dat ik zelf zou willen. Dit soort quarries. We zullen gewoon even moeten wachten. Het schijnt dus ook nog zo te zijn dat als je een enchant mover wil gebruiken, je doet hier inderdaad je pickaxe in. Of tenminste, het moet een diamond tool zijn volgens de wiki. Deze past er ook niet in. Dus die kunnen we in principe weer teruggooien hierin. Jammer, want ik had wel looting 3. Dat is juist degene die ik zo graag zou willen. Looting. We kunnen natuurlijk meerdere pickaxes maken. En die ook allemaal daarin stoppen. Meerdere levels gebruiken. We kunnen hier heel makkelijk een beetje level trainen. Gezien het gigantische aantal monsters. Dat is echt ridiculous. En wij zijn gewoon ontzettend sterk. Dus wij kunnen die met gemak aan. Althans in deze wereld. Je weet niet wat er in een andere wereld gebeurt. En al die leveltjes die kunnen we dan inderdaad weer handig gebruiken. Om goede enchantments te maken. We moeten nu toch wat tijd doden. Dus ja, waarom niet? Het duurt echt langer dan ik dacht en zoveel tijd heb ik vandaag helaas niet om op te nemen. Ik ga er nog wel even naar terug kijken hoe ver we nu zijn. We moeten er echt bijna zijn. En anders dan denk ik bij mezelf... Ja, hier zitten waarschijnlijk nog wel wat diamonds onder die ik wil hebben. Dus dat is even het nadeel. Als hier verder niks onder zat. Kijk, hij is nu bezig met deze springs. En dit is even vervelend. Die water springs kun je niet weghalen. En die probeert hij telkens om en om leeg te zuigen. Dus ik moet sowieso hier de quarry op laten houden. Het is niet anders. Die water springs, dat is dus iets wat de quarry plus... de pump plus wil weghalen.
kunnen natuurlijk gewoon even zeggen van... Hey, yo, dat hoef je niet te doen. Kijken wat hij nou doet. Misschien dat hij nou nog wel die laatste paar meepakt. Ik denk het wel. Gezien dat hij nu liquids overslaat. Ja. Je kan... Oh, daar zit ook gelijk, bedrock. Oké. Dus dit is echt de laatste laag. Nou, wachten we dat nog heel eventjes af. Zo zie je maar weer, dit is dus echt de laatste laag. Dit is dan, ja, dit is allemaal bedrock. Van factorization en sommige van Minecraft, zoals je kunt zien. Ik ben een beetje poisoned. Ik zag net een paar... Oh, jij mag wel even ophouden. Daar heb ik even geen zin in. Jij hetzelfde verhaal. Huppa. Ik ben al slow, daar word ik ook niet echt vrolijk van. Ik heb wel zijn hoofd gekregen. Wow. Kom op, heb eens. Plop. Ik zag net hier bedrock van factorization tussen... Ja, hier. Deze van factorization, deze van Minecraft. Ik zie het verschil niet. Ik ken het verschil niet, maar het zal ook allemaal wel. Even kijken. Oh, de quarry. Die mijnt dus wel. Die waterspring die hier overblijft, die mijnt hij op. Dus er spawnt niet telkens nieuw water op. Dat is bij deze dus wel zo. Deze is niet harvestable, gek genoeg. Ik zou 1, 2, 3 niet weten waarom, maar de quarry kan hem dus wel oppakken. En dat was hem dan eindelijk. De quarry is klaar. Nu kunnen we hem ook oppakken. We kunnen de hele bende verplaatsen. Vooral deze, we hebben eventjes wat spulletjes hiervan nodig. Waarschijnlijk laten we allereerst deze even weggooien, voordat we onnodig veel energie gebruiken. Even een wrench zou wel handig zijn voor het weghalen van dingen. Nou, oh. Verschrikkelijke heks altijd. Hier. Nou heb ik mijn wrench natuurlijk ergens misplaatst. Nou ja, dan maar met deze. Het duurt gewoon wat langer, maar dat is geen enkel punt. We pakken ze gewoon op. Deze machines hoef je gelukkig niet per se met een wrench op te pakken, dus dat scheelt. Zo, hoppa. En nu verliezen we een klein beetje lava. Maar in een wereld waar je praktisch oneindig lava hebt, is dat niet zo interessant. Dus laten we eens even kijken naar het slopen van deze. En het plaatsen van de nieuwe. Voordat we dat doen, hebben we echter de auto-enchanter dinges nodig. En al die spulletjes heb ik hierin gestopt. Even kijken, pneumatic servo, ik heb een paar van die nog, een paar van dit, een paar van dit, een paar van dit. Huppakee, crescent hammer moeten we maar weer een keer vinden binnenkort. De auto enchanter, laten we hem, enchant mover moet ik het noemen. We plaatsen hem voor nu wel eventjes aan het hoofdeinde. Wij pakken dus inderdaad onze fortune, die wil ik als eerste toevoegen aan onze quarry plus fortune. Per keer dat je klikt, krijgt hij een enchantment. Efficiency wil ik toevoegen. Dit is nu weer een gewone diamond pickaxe. Hier ook weer efficiency en unbreaking. Efficiency 5, fortune 3, unbreaking 3. Dat is ook het hoogste wat kan volgens mij. Deze heeft nog efficiency 2 over. Fantastisch. Kunnen we de pump plus ook enchantments geven voor efficiency? Nee, het is enkel de quarry plus. Die heeft nu fortune. We hebben een quarry met fortune. Hoe vet is dat? Oké, daar gaan we. Plop, 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 plop. Oh. Hij gaat al bezig. Hij heeft nog wat energie over, merk ik. Hij gaat al bezig met het verwijderen van shit. Dat is niet helemaal de bedoeling. En volgens mij gaat het niet lang volhouden, gezien het feit dat... even zien, de marker plus ben ik echter wel kwijt. Oké. Okay. Zou de Corey die dan zelf oppakken? Dat denk ik niet namelijk, dat hij ze zelf oppakt. Alhoewel, wat zie ik daar liggen? Nee, dat is de Corey plus zelf. Oké. Okay. Vreemd. Je verliest dus marker plus. Wat dat betreft, als je toch een kleinere quarry maakt, is het... Och, rothex. Hier. Als je toch een kleinere quarry maakt, is het dan inderdaad niet nodig om een overdreven setup te doen. Pump plus zetten we hiernaast. Dan kun je net zo goed gewone landmarks gebruiken. We willen de ender chest hierbovenop. Check. We willen hier power. Elite cables. Check. We willen hier mechanical pipes. Bovenop magmatic dynamo's. Oké. Check. Hier is een stom stukje gras. Mechanical pipes, zoals ik zei. Huppa. Dat gaat allemaal goed. Daar plaatsen we de ender tank bovenop. Kom op. Nee, verkeerd. Verkeerde plaats. Nou, hij kan daar ook staan, maar ik vind hem mooier als hij... Hier zo staat. Vooruit zo. Draaien naar beneden. Nu gaat onze quarry hard aan het werk. Dan verdraai de hek. Het is wel... Deze wereld is lastig om mee te werken. Gezien het feit dat er altijd mobs om je heen zitten. Overal. En ze zien je van mijlen ver weg.
Even kijken. Suiker heb ik niet nodig. Spiderize niet. Die niet, die niet. Dirt heb ik niet meer nodig. Fluid duct echter wel. Nu ben ik servo. Gunpowder mag je houden. Die mag je houden. Ik wil wel eventjes wat van dit spul pakken. Even kijken. Wat wil ik hier? Ik wil hier deze. Oh, nee. Daar komt een beest. Daar komt een beest. Ik hoor hem. Ja hoor, een baby. Baby zombie. Alsjeblieft. Is het nou een keer... Nee, nee, het is nog niet klaar. Hier, jij ook nog. Wauw. Hier is een beetje essence. En dat is essence van... even kijken. Welke mod is dat ook alweer? Ars Magica. Die wil ik natuurlijk wel even hebben. Dus we maken even een klein opvangertje. Ik wil... Oh god, hier. Kom hier. Zo, ik wil jou hebben. En jij mag dan weg. Daar heb ik wel even een numeric servo voor nodig. Tenminste, ik denk... ik zeg een numeric servo. Ik bedoel heel wat anders. Ik bedoel een crescent hammer. En gek genoeg heb ik die niet meer in mijn kist. Laat me raden, ik heb hem per ongeluk hierin gedaan. Ja hoor, daar heb ik er eentje. Zo. Ik ben ook een klein beetje een waarhoofd soms. Heel klein beetje een waarhoofd. Al die spulletjes die ik dan zo nodig bij me moet houden, die gooi ik dan weer ergens anders heen. Ik moet vooral uitkijken voor creepers hier. Mana creepers interesseren me niet zo heel veel. Maar vooral creepers. Jij mag zo. Jij mag pompen. Dan heb ik hier nog een drum. Die wil ik dan gaan gebruiken voor essence. Is hier water? Dat is even de vraag. Nee, hier is geen water. Dus het eerste wat ik tegenkom zal essence zijn. En even kijken. Ja, hier gaat dan inderdaad mutant DNA gaat hierin. Hier moet eigenlijk wel eventjes wat essence ingevouwen worden. Anders dan pakt hij misschien ook andere dingen. Zoals mutant DNA. Laten we dit eventjes netjes doen. Zo, jij mag even hier tijdelijk. Jij mag mee. Jij bent een drum. Jij mag essence. Oh, liquid ethereum heet het hier. Liquid essence. Zo, prima. Jij bent nu liquid essence. Oké. Okay. En dan ben jij een void pipe. Zo, zodat de rest inderdaad naar de void gaat. Dus dit is mutant DNA. Dit is liquid essence. Dat wil ik bewaren. Dit gaat wel goed komen met die lava inderdaad. Deze zit nu vol, dus dit zal nu ook op gaan sparen. Heb ik nog wel genoeg lava? Klopt het allemaal nog wel? Ja, ik heb nog genoeg lava. Mooi. Bloemetje erin. Numeric servo heb ik denk ik niet nodig. Denk ik niet. Voor de zekerheid. Zo. Voor de zekerheid effectief pompen. Ja, hij pakt nu inderdaad wel dat spul mee. En moet je kijken hoe snel dit kring gaat. Efficiency is echt een lifesaver. Waterbucket kan ik weer terug hierin doen. Zo. Evenals de crescent hammer, laten we die niet vergeten. De liquid ducts, fluid ducts bedoel ik, kunnen we hierin. Deze is wat hoger, zodat we niet naar de regen hoeven te luisteren. En kijk. Dit is nou waarom ik een Quarry Plus geweldig vind. Vinden jullie ook niet? Quarry Plus, dames en heren. Wat ga jij doen? Jij gaat eerst liquid opzuigen. Ja. En dan bouwt hij hier, als het goed is, ook gelijk... Een muurtje, ja, zodat het niet naar binnen stroomt. Dat is toch geweldig. Dit kunnen we handmatig wel met een klein beetje dirt afstempelen later. Zodat het niet naar binnen stroomt als we hem weghalen. We zullen nu waarschijnlijk wel zien... Oh nee, dat blijft gewoon staan. Dat blijft gewoon staan. De quarry die wordt gedecayed, maar dat blijft gewoon allemaal staan. Nou, dat vind ik in ieder geval heel erg keurig. Heel erg netjes. Zo, jij mag even wegwezen. Rothex. We krijgen Liquid Mutant DNA, we krijgen Liquid Essence en de rest wordt weggegooid. Dat is eigenlijk exact zoals ik het wil zien. Zo, jij mag hier nog in en ik neem de Auto Enchanter weer even mee. Huppa, die gaat weer mee naar de Overworld. Dit gaat zijn gangetje wel. Ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Creamy TV.